Ik ben Ruud Bos, speler van de Nederlandse selectie. En ik ben vooral dubbelaar samen met Koen Ridder. Heel mooi. En hoe oud? Ik ben 28 jaar. Oh, 27 jaar. Dan moeten we even knippen. Kijk. Hoe oud? 27 jaar. Je hebt op die groene poster van Ik hou van Benton heb je geschreven van Nederlandse kampioen heren en gemengdubbel. Sinds wanneer? Dat was 2011 en helaas heb ik die vorige week moeten afstaan door ziekte. Ja, want vertel daar eens, hoe is het als topsporter? Als topsporter ziek zijn is heel moeilijk. Je bent gewend om met je lichaam van alles te kunnen en te doen. Op het moment dat je op de bank ligt en je hebt al moeite zeg maar, om onder de douche te stappen en je daar echt maar al heel erg moe van wordt, dat is echt heel erg zuur en moeilijk om daarmee om te gaan. En uiteindelijk moet je het gewoon laten gebeuren en naarmate de tijd even vordert, dan leer je er makkelijker mee omgaan. Ja. Ja. Ja, want we zitten hier nu op de Fierce Kampioenschappen voor landen. Ja. Je hebt één wedstrijd gespeeld. Ja. En toen? En daarna helemaal niks meer. Dat heeft puur te maken met mijn fitheid en ook met het plaatje van we kijken even vooruit van wat daar nog aankomt. Hier heb ik één wedstrijd gespeeld puur om de punten op te halen. Je krijgt je gemiddelde van je 10 beste resultaten. Dat krijg je hier gewoon, of je nou wint of verliest. Die hebben we opgehaald en we hebben gewoon gezegd deze week pakken we gewoon nog om te trainen en om fit te worden. Want eigenlijk zouden we volgende week al naar Oostenrijk gaan om daar eigenlijk minimaal een finale te halen. Maar we zijn er wel achter gekomen door een competitiewedstrijd voor het EK dat ik daar nog niet aan toe ben. Dus we hebben ook gezegd van nou die wedstrijden die hakken er toch wel in. We gaan gewoon doortrainen en we laten hier zeg maar één wedstrijd spelen omdat het niveau van onze andere twee dubbels gewoon zo hoog is op dit moment dat ze die poolwedstrijden sowieso aankunnen. Ja. En tegen Duitsland ben ik gewoon totaal niet fit genoeg voor. Dus waarom zou je niet het risico nemen om mij daar neer te zetten en dat ik straks na één set zo moe ben dat ik niks meer kan. Ja. Dus vandaar dat ik maar één keer heb gespeeld. Ik ben gewoon nog niet fit genoeg. Ja, want kan je een klein beetje aangeven wat het is om tenminste wat je nu niet kan, wat je voorheen wel kon, ja, bijvoorbeeld? Ja, het is puur dat ik, doordat ik zeg maar 4,5 week eigenlijk niks heb kunnen doen, mis ik een heleboel snelheid, maar ik mis vooral conditioneel heel veel. Ik ben gewoon moe na een minuut heel hard werken en wat je niet kan is zeg maar blijven aanvallen. Verdedigen kan makkelijk, want ik kan blijven staan en ik kan lekker verdedigen. Ja. En ik kan ook vooruit stappen, ja, en dan weer lekker terug. Maar op het moment dat je moet gaan springen, dan worden je benen moe. En ik ben gewoon kracht verloren. Conditie in de longen verloren, maar ook de uithoudingsvermogen in mijn spieren. Ja. En dat is gewoon echt funest. En, ja. Je kunt gewoon niks doen wat je normaal wel kan, ja, doen. En als je dat wil doen, dan hou je het misschien een half minuut vol en dan moet je minimaal 2 minuten rusten, ja, dat je het nog een keer kan doen. Heb je het idee dat er begrip voor is? De mensen om me heen, ja, er is begrip voor en mensen die mij ook gezien hebben, de meeste mensen schrikken zelfs wel een beetje van hoe smal ik in mijn gezicht ben geworden. En ze zien het ook aan mijn benen en ik had al niet veel spiermassa, maar nu is het wel heel, ja, het is gewoon een stuk afgenomen. Mm. En de mensen daarbuiten, ja, ik weet het niet, sommige mensen zeggen zelfs
of durven te beweren dat het een iets is tussen Koen en mij waarom we niet spelen. Dat was totaal niet zo. Het is gewoon puur echt dat ik niet fit genoeg ben. En het risico niet willen lopen dat ik een terugslag krijg van een wedstrijd waar je toch een stap extra wil zetten. En puur ook natuurlijk, je speelt voor Nederland. Het is niet zomaar even iets. Ja. Dus je gaat ook niet zomaar opgeven. Maar en dat willen we voor zijn. Dus, ja, of het begrip is vanuit heel de grote groep bij Benetton Nederland, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik hoop het wel. Maar in ieder geval iedereen om mij heen, de trainingsstaf, de spelers, die hebben er 100% begrip voor. Ja. En je kunt er niks aan doen. Dus. Hoe word je een goede badmintonner? Een goede badmintonner word je door veel plezier te hebben in hetgene wat je doet. Mm-hmm. Dus het badmintonnen. Een goede badmintonner word je door goede begeleiding en begeleiding te hebben die iets in jou ziet, maar waar jij je ook lekker bij voelt. Dus niet iemand die wel iets in jou ziet, maar als jij vindt van dit vind ik eigenlijk niet prettig, dat die toch doorduwt. Dus je moet de juiste begeleiding om je heen hebben. Je moet doorzettingsvermogen hebben. En dat is vooral in mijn geval zo geweest. Doorzettingsvermogen. Trainers hebben het ook niet in mij gezien. Belangrijke trainers. En doordat ik gewoon door heb gezet. Hetgene wat ik graag wilde bereiken. En dat is uiteindelijk een goede badmintonner worden. En uiteindelijk is dat gegroeid naar Olympische Spelen. Gewoon doorzetten in hetgene wat je kan doen. En hopen en dan laten zien dat jij het waard bent om in te investeren. Vooral in je eigen kunnen geloven. Hoe moet je verder een goede badmintonner? Ja, vooral doorzettingsvermogen is heel erg belangrijk. En af en toe eens een keer luisteren naar andere mensen wat ze zeggen. Heb ik iemand anders ook horen zeggen? Well, I think the will to listen to your coach. Okay, nog wel een leuke. Wat vind jij het leukste badmintonspel? Het leukste badmintonspel? Ja, we hebben twee spellen, laat het zo zeggen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk 3-3. Wat wij eigenlijk graag zouden willen introduceren op het Nederlandse kampioenschappen. En we hebben het spel twee teams tegen elkaar. Enkelveld. En elke keer slaat de een en dan zeg maar, moet het doorgedraaid worden. Ook de dubbelaars doen daar een mee en het is gewoon altijd lachen, gieren, brullen. En juist omdat je als singelaar een keer meedoet met 3-3 en als dubbelaar eigenlijk in je eentje op die baan staat, heb je toch weer een variatie in het aantal slagen die je moet doen. En het levert gewoon hartstikke leuke momenten op. Ja. Dat zijn twee spellen die ik onwijs leuk vind. Okay. Mats Conrad Pedersen hebben gevraagd naar zijn winners grade. Och jee. Misschien win je niet genoeg, Ruud. Ja, misschien de laatste tijd is het. Mijn winners grade. Ja, een winners grade komt echt zeg maar, op het moment zelf dat je echt vol in die wedstrijd zit. Die kun je niet zomaar even oproepen. Het is een lastige, maar ik denk dat mensen op internet heel veel dingen van mij kunnen vinden waarin ik echt helemaal uit mijn dak ga op het moment dat ik een punt scoor. Dus. Ga vooral op YouTube kijken en dan kom je hem echt wel tegen. Zwitserland. En ik zal dan voor degene die dat echt willen zien, zal ik. Het moment dat wij van Karsten Mogensen en Matthias Bo winnen. Ja!
Wat maakt een goede dubbelaar? Wat voor eigenschappen heb je daarvoor nodig? Een dubbelstaart bestaat natuurlijk uit een aantal verschillende facetten. Een stukje kracht, explosiviteit vooral. En daar zit ook nog wel een stuk touch in en overzicht. Is eigenlijk een heleboel, maar dat is badminton sowieso. Single en dubbel is daar vrij gelijk. Mm. Maar een dubbelaar staat vooral bekend als explosief. Aardig wat power. En om dus ook met de snelheid om te gaan over de baan, maar ook met de snelheid van de shuttle. Mm. Wat zijn eigenschappen van een goede dubbel? Dan zeg ik, het moet klikken met elkaar. Je moet elkaar goed kunnen aanvoelen. En niet dat je continu maar regeltjes hebt van, oh, nou moet ik dit doen als hij dit doet, moet zus en zo. Het moet vrij makkelijk gaan en soms moet het gewoon echt dat je bijna van elkaar weet van, oké, hij denkt nu zo, dus dan ga ik dit doen. En als dat er is, dan heb je echt een onwijs goede dubbel. En dan heb je ook een hele leuke dubbel om naar te kijken en om goede resultaten neer te zetten. En ja, dat zijn echt wel facetten die een dubbel echt heel goed maken. En een dubbele. Traint ook alleen met elkaar? Nee, je traint niet eens per se met elkaar. Het is ook af en toe goed om niet met elkaar te trainen, want dan leer je ook weer even anders te denken en dan zie je ook wat een andere dubbelaar vooral doet. Dus dan moet je je ook zelf weer even aanpassen. Het gaat gewoon in een dubbel is het echt puur aanpassen. Je draait om elkaar heen en je hebt niet altijd zelf in de hand wat je gaat doen, want ja, je dubbelpartner slaat ook een shuttle natuurlijk. Ja. Maar als je daarin een goede balans kan vinden van, ja, wanneer hij dit doet, nou dan ga ik dit doen. Als dat er gewoon standaard in zit, dan heb je echt wel een hele leuke, een goede dubbel. Oké. Dankjewel.